Welkom bij Paparazzo. Dit zijn de onderwerpen. Waarom zijn vrouwen sterker dan mannen? Waar dient in godsnaam een penis voor? En waarom is Kurt Rogiers een paard? Maar eerst dit. Deurwaarders lichten voor miljoenen euro's de staat op. Ja, ze worden beschuldigd van fraude. Ik geloof dat het ging over 11 miljoen euro, voorlopig al. Ik weet niet of dat iedereen gecontroleerd, hè? Nee, ik weet niet of 11 miljoen euro of dat een record is. Ja. En als het een record is, wie zal dat record, welke deurwaarder zal dat dan moeten vaststellen? Jo van Baklee misschien? Ja. Er is nog een probleem, hè. Dus die deurwaarders die ze gecontroleerd hebben, er zullen erbij zijn die waarschijnlijk failliet gaan. Mm-hmm. En hun spullen zullen dan waarschijnlijk openbaar verkocht moeten worden. En dan zal iemand die spullen toch moeten komen opschrijven en opladen. Ja. En welke deurwaarder gaat zijn collega dat aandoen? Dus het is een probleem met hele veel kleine angeltjes. Maar er blijkt toch iets heel verrassends. Nu weten we dat deurwaarders eigenlijk ook mensen zijn. Ja. En Belgen. Maar wij zijn zo niet, hè? Nooit. En wie het ook niet voor het geld deed, is Elvis. De zoveelste Elvis-CD komt uit, morgen denk ik. 30 nummer 1, het is misschien toch de moeite om hem te gaan halen? Ja, dat is toch wel een beetje schandelijk. Hè? De Elvis Presley proberen hier in te pikken op het succes van Helmut Lotti. Ja. Ik vraag me wel af of als die CD een Grammy wint, of Elvis hem zelf komt afhalen. Ja, wij zijn alvast benieuwd wat Helmut Lotti hier zelf van vindt. Money, honey. Money, honey. Vanaf 9 oktober kan u met uw kinderen naar Spirit gaan kijken. De nieuwste film van de makers van Shrek. Kurt Rogiers neemt de hoofdrol voor zijn rekening. En die hoofdrol is een paard. Spirit, you will always be in my heart. Ik heb nooit gehinnikt. Ik moet dingen afzeggen tegenwoordig. Had ze mij gevraagd van spelen een paard en hinnik... Sorry, iemand anders. Ik vind dat plezant. Dat kan ik wel. Bij Lion King en bij Kleine Zeemermin, dan praten en bekken de dieren. Hier niet. Dus het paard denkt eigenlijk heel de tijd. En het is die inner voice die mijn stem is. Dus als het paardje geboren wordt in het begin, dan moeten we bij manier van spreken denken aan de geboorte van je eigen kind. Anders kun je dan niet zingen. Spirit, you will always be in my heart. Je ziet een beeld van vrijheid in de film. En ik streef al heel mijn leven naar dat soort van vrijheid. De papa en de mama die hebben iets bijgeleerd en die hebben dan meer die metafoor begrepen. De jonge meisjes zijn helemaal opgegaan in het liefdesverhaal dat erin zit. En de jonge jongens die gaan het geweldig vinden, want er zitten spectaculaire actiescènes in. Ik hoor mezelf ook niet. Ik weet ook niet hoe het overkomt of klinkt. Gelukkig. Als ze de Vlaamse versie wouden uitbrengen, dan kwamen ze bij mij uit maat terecht. Omdat ik misschien wel dezelfde timbre heb als Bryan Adams. Een beetje dezelfde grain in mijn stemband. Terwijl dat Bryan Adams toch iets hoger zingt. Zijn tessituur is hoger. Ik heb wel moeten soms mijn billen dichtnijpen. Mustang, dat is echt de Porsche van de hengsten. Hè. Dus het zijn hele hevige, wilde beesten. Als een Mustang een erectie krijgt en ik een erectie krijg, dat is de enige gelijkenis die ik heb. Ja, we hebben helaas niet de ingesproken versie kunnen bemachtigen. Die was nog niet af. Mita, heb jij dit al gedaan? Oh ja, ik heb dat heel vaak gedaan voor films ook. Teksten gemaakt, liedjesteksten gemaakt en ook dingen gedubt, ingesproken. En welke heb je al gedaan? Bijvoorbeeld Mulan heb ik een deel gedaan. Ik heb The Prince of Egypt heb ik de moeder van Mozes mogen spelen. De Egyptische moeder van Mozes mogen spelen. Hunchback of Notre Dame heb ik een aantal dingen gedaan. Ik vind dat heel leuk om te doen, maar er is één droom die ik nog niet heb kunnen verwezenlijken. Vertel het ons. Ik zou zo graag eens een porno inhijgen. Ja, op dit uur weet ik niet of het kan, maar ga vooral uw gang. Wel, wat mij vooral leuk lijkt, is zo heel netjes voor een micro staan, of dan een micro aan hebben, en met een hele nette meneer, bijvoorbeeld Stef. Hè, als bij toeval. Ons sekssymbool. Iets inhijgen. En dan liefst in het Duits. Dus ik ga ervoor. Okay, we zullen proberen. Dan zou ik zo... Maar ik moet echt heel serieus... Geconcentreerd. Ja, dan... Verdammt, ja. Ja, Tifa.
zoiets ongeveer. Het is de 22e aflevering, ik hoop dat er nog een 23e komt. Maar ik ben toch benieuwd of Lottie misschien een toepasselijk liedje heeft gecomponeerd hierover. Ik ben helemaal in de war. I got a woman mean as she can be. En we hebben nog meer kranten gelezen. Dit zijn twee berichten die ons opvielen. Jan Hoet Junior, de zoon van Jan Hoet, is failliet en hij baat het café van het smak uit. Ja, het café zelf gaat nog wel door met een andere VZW die het gaat uitbaten, maar Jan Hoet heeft dus een faillissement op zijn naam. Nu, ik denk, het zat eraan te komen. Ik heb gelezen, een pot mosselen in het smak kostte 10 miljoen. Dat blijkt me toch wat veel. Ja. Trouwens, als je daar ham bestelde, dan bleek dat de ham van Jan Fabre te zijn. Die had eerst 6 weken hangen drogen aan de pilaren van het smak. Dat is ook niet echt lekker. De tap was waarschijnlijk geïnstalleerd door Panamarenko, dus dat werkt ook niet. De moraal is, denk ik, het is een hele kunst om een café uit te baten. En het is niet omdat je kunst kent. Want hij wil geen horeca meer doen, hè? Nee. Tweede bericht, Laetitia Casta, wereldberoemd in Frankrijk. Een actrice, een heel mooie vrouw, dat zien we nu. Dus Le Parisien heeft een enquête gedaan om te weten of mannen bereid zouden zijn om geld te geven om een nachtje met haar door te brengen. Ja. 10% heeft ja gezegd. En is daar veel geld voor? Wilde daar 100.000 euro voor geven. Ja. Nu ben ik geen rekenaar, maar dit leek me toch wel eens interessant. Dus dat wil zeggen, als we heel slordig rekenen en we nemen dat er ongeveer, laat ons zeggen, 55 miljoen Fransen zijn. We nemen daar de helft van wat dan de mannen zouden zijn. We komen nog slordiger op 27 miljoen. We nemen daar 10% van. Dan komen we op 2 miljoen 700.000. En die hebben dan allemaal 100.000 euro veil om met die dame een nacht door te brengen. Dan komen we op 10 miljard 800.000 miljoen Belgische frankjes. Dus dan wordt het echt... Ik probeer het te volgen, maar het lijkt mij enorm. Ja, ik vrees alleen dat als die dame al die heren moet afwerken, dat ze dan haar marktwaarde wel even zal verliezen. Plus, ik denk ook nooit dat 10% van de Franse mannen 4 miljoen Belgische francs kan betalen voor een nachtje. Dus... dat zijn allemaal stoefers, jong. Ja, zo zijn we wel. De Fransen. Zeg, maar interessant is ook dat vrouwen gieriger zijn. Ze hebben, ja, die willen minder betalen, hè. En niet chauvinistisch ook. Ze hebben Brad Pitt gekozen als ideale bedpartner. Wie had dat gedacht, dat Fransen niet chauvinistisch zouden zijn? Vrouwen niet. Ja. Zo fantastisch. Ik begrijp dat toch hoor. Want het kan mij kwalijk genomen worden, maar ik vind dat Franse mannen niet zo heel hygiënisch zijn. Oeh. Ah ja, oei. En ik denk dat Hollywoodsterren toch iets beter op hun hygiëne letten dan... dus liever Brad Pitt dan... Avec une clope, avec un mégot en met een sigaret in hun mond en nee. Ja. En wat denkt onze Helmoet hiervan? One through party in the county jail. The prison man was there and they began to wail. Het maandblad Che heeft een langgerekte analyse over het mannelijk lid gepubliceerd. We gingen op zoek naar het erelid van de vereniging. Vroeger, dan spreek ik zo van tot 14 jaar, was de trend van dat de vibrator niet groot en dik genoeg kon zijn. En nu dat er meer vrouwen het heft in eigen handen nemen, letterlijk en figuurlijk, en zelf hun vibrator gaan halen, zie je dan vrouwen meer belang hechten aan de vorm, de kleur. Mannen die zien een vibrator als iets extra's in bed, waar de vrouw veel plezier aan heeft, maar hij zelf ook. En die zien dat meer als een leuk hebbeding of een leuk speelgoedje, in plaats van concurrentie. Zij zien dat absoluut niet als iets gevaarlijks. Nu is de trend dat vrouwen vibrators gaan ontwerpen. En die zien er heel anders uit dan de vibrators van vroeger. Vroeger waren dat meestal grote vibrators of dikke vibrators in penisvorm. En nu merken wij in de winkel dat vrouwen er eigenlijk niet zo in geïnteresseerd zijn. Dat die meer iets leuks willen. Iets schattig of iets dat echt lijkt op speelgoed. Zoals flippers of bananen of maïskolven of weet ik veel wat. De penis hoort bij de man. En als je iets anders wil, willen de vrouwen meestal iets dat er absoluut niet op lijkt. My little dog. Ja. Het leukste kwartiertje van de dag. Ja, Mita, heb jij ook zo'n maïskolf thuis? Nee, maar ik, nee,
Echt niet, sorry. Maar nee, en ik moet er mij dringend in zijn aanschouwen. Maar ik denk, hè, dat wat die mevrouw vertelt zal wel kloppen. Maar ik denk ook dat die dames die zich van een vibrator bedienen en die kinderen hebben, bijvoorbeeld leuker vinden van zo'n vibrator te hebben in een vorm die niet iedereen direct als een penis herkent. Oh, ja. Als dat dan in huis blijft slingeren of de kleine van 3 vindt dat is, dan heb je niet direct iets van, wow, zo ziet papa er ook uit. Ik heb er gezien, die kan je zo op de salontafel zitten. Voilà. Ja. Veel, iedereen veel heeft wel een kaars thuis ook. Hè. Maar taboe is toch volledig doorbroken? Nee. Ja, hoe belangrijk is een penis? Blijkbaar belangrijk, hè? Want als ze missen, bijvoorbeeld Diana, Lady Di was nogal vaak alleen op reis. En blijkt nu, er is een saillante anekdote boven water gekomen, mm-hmm. dat zij regelmatig zich bediende van een dildo. Ja, en in aanwezigheid van Chirac hebben ze die dildo gebracht. Ah, ja. Poef, wie dacht dat? In aanwezigheid van Chirac. Ja. Chirac was erbij, jawel. Vroeger was de penis toch een heel belangrijk ding. Hè? Enfin, was de penis belangrijk? Zo belangrijk dat het als een god aanschouwd werd. Ja, en dat kan je bijvoorbeeld van een kunstgebied niet zeggen. Nee. Maar dat heeft geduurd tot 1854, heb ik ergens gelezen. Tot men doorhad dat ook de eicel een rol speelde in de procreatie, in de voortplanting. Mm-hmm. Dus toen heeft men eigenlijk een beetje dat imago van godheid laten vallen. Wat ik spijtig vind, want ik vind dat eigenlijk wel een heel grappige vorm. Er is nog één godsdienst hè, die het als een god aanziet. Shinto-priesters. Ja, en die lopen met gigantische, tijdens een processie dan, hè, in plaats van met een Maria-beeld lopen. Ja, maar pas op, hè, die piemels die zijn dus echt zo groot als de reusjes van Borgerhout. Dat is fantastisch om te zien. Ik heb daar een reportage van gezien op televisie. En die mensen zijn allemaal heel vrolijk en die lopen zo met gigantische piemels over straat. Dat is een heel leuk zicht. Ja, we zijn nu toch goed bezig. Ken jij beroemde penissen? Er zijn een aantal beroemde BP's hè, die naar het schijnt nogal flink voorzien waren. Ik denk aan Charlie Chaplin. Mm-hmm. Zijn wandelstokje was nogal beroemd. Frank Sinatra zou flink goed in de mat gelegen hebben. Eigenlijk Old Blue Balls. En dan heb je ook bekende mensen die eigenlijk juist van zichzelf beweren dat ze een heel kleintje hebben. Bijvoorbeeld Brusselmans gebruikt dat trucje om toch weer populair te zijn bij de dames. Ja, dat is natuurlijk omdat de vrouwen zouden zeggen, dat geloof ik niet, dat wil ik wel eens zien. Ja, ook Napoleon had een kleintje, hè. En het was ook een kleintje. Stel je voor dat kleine maatje met zo'n gigantische dong, dat staat toch niet? Ja, nee, dat gaat niet. Hij voelde hem niet tot hier, hè? Maar zijn penis is wel geveild. De penis van Napoleon is geveild? Ja. Bij Christus. Ja, maar wel na zijn dood natuurlijk. Ja. En toen maar als je dus de gevolgtrekking maakt dat hij een kleintje had, dan is dat niet echt helemaal fair. Want dat kan je na de dood van iemand, als zo'n ding helemaal verschrompeld is, kan je dat toch eigenlijk niet meer weten. Genoeg geluld. Wat denkt Helmut hier nu weer van? He goes by the name of King Creole. You know he's gone, gone, gone. Jumping like a fish on a pole, yeah. En dan de twee laatste krantenberichten. Vrouwen zijn sterker dan mannen omdat mannen groter zijn en sappiger. Dus nemen sneller bacteriën in, zijn rapper ziek enzovoort. Grote mannen eten meer en dus hebben ze rapper bacteriën in hun lichaam. Ja, parasieten, insecten. Dus wij zijn het zwakke geslacht. Absoluut. Ja, ik kan het die bacteriën niet kwalijk nemen. Ik heb ook liever een grote sappige dan een kleine droge. Ja, absoluut. En dan de lijkwade van Turijn. Om over iets heel anders te hebben. Ja. Die zou in het geheim gerestaureerd zijn. Misschien moeten ze eerst de paus stiekem restaureren in plaats van die lijkwade. Maar... hoe men dat doet, dat heb ik geen idee van. Maar ze beweren nu wel dat die toch weer authentiek zou zijn, die lijkwade. Mm-hmm. Naar aanleiding van die restauratie, ik vind het allemaal... Het zal mij een zorg wezen. Het is zo'n beetje de lijkwade of het heilige bloed. Het is zo'n beetje de merchandising van de kerk. Maar dit zou echt wel waar zijn, want ze hebben plantresten uit Jeruzalem gevonden, van de periode 29 na Christus. Ja, natuurlijk is die datering heel, heel moeilijk te achterhalen, want wanneer Christus nu exact geleefd heeft, is ook niet echt helemaal geweten. Van 0 tot 33 na Christus. Ja, dat is ook allemaal heel rekbaar. Dat vind ik ook. Plus, is dat echt wel zo belangrijk als men in de Bijbel kan lezen dat men niet aan verafgoding mag doen? Wat is dan die heisa over die eerste foto, ik bedoel... Ja, het is een soort historische polla. Overlevering. Ja, polla, ja. Oké, Stefan Mita, hartelijk dank voor jullie inbreng. Dit was Paparazzo. Vergeet straks niet naar Spoorloos te kijken. Tot morgen, zelfde zender, zelfde uur, zelfde David.